Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van mostcutest.nl. Vandaag maak ik deze set van Meiji die net binnen is gekomen. Het is de Tsukuru Gaburichu. En dat is best wel een moeilijke naam, dus daar moest ik wel even op oefenen. Het is dus de Tsukuru Gaburichu. En hij lijkt me heel erg leuk. Het is een candy kit met allemaal verschillende malletjes in zeethema's. En je kunt daarmee met de snoepklei die erbij zit, kun je allemaal leuke vormpjes maken die je daarna lekker op kunt eten. Zoals je kunt zien zijn er allemaal verschillende malletjes en het is een verrassing welk malletje je krijgt. Maar er zijn 6 verschillende soorten en echt allemaal leuke vormpjes. Schildpadjes, octopusjes, visjes. Hele leuke vormen. Ik heb er heel veel zin in om deze set te gaan maken. Dus kijken jullie mee? En ik heb malletje nummer 6, dat is wel duidelijk. Oh wauw, moet je kijken hoeveel details. Oh, dit ziet er echt super cool uit. Een schildpadje en een octopusje. En allemaal leuke waterplantjes en koraal en zo. Oh, en dit is nog een slakje. Oh, volgens mij kan je dan een hele onderwaterwereld maken. Want er zit ook een kaartje bij. En daar kun je ze mooi opleggen straks. En er zitten 4 kleuren klei bij. Dat ziet er goed uit. Klei, ja, snoepklei dus. Ik ga even kijken hoe zo'n blokje eruit ziet. Kijk, er zit een soort van toffee in. En die hebben we dus in 3 verschillende kleuren. Die gaan we straks goed doorkneden en dan leuke combinaties maken in het malletje. Dit is het malletje en zoals je kunt zien is het een dubbele mal. En dat betekent dat je er mooie 3D vormpjes van kunt maken in plaats van platte vormpjes. En het is echt van hele goede kwaliteit, dus ook super leuk om later nog een keertje te gebruiken. Ik heb het malletje erbij en ik heb de klei uitgepakt. Het zijn 4 mooie kleuren. En ik heb maar besloten om te beginnen met het octopusje. En ik ga een mooie roze octopus maken. Dus ik... Ja, dat zal wel even pittig zijn. Beetje taai. Belangrijk is dat je de klei eerst goed doorkneedt. Wow, het is echt taai. En als je het goed hebt doorgekneed, dan maak ik er alvast een bolletje van. Zodat dat mooi hier in de mal past. En dan kan de mal dicht en dan ga ik goed duwen. Oké, ik denk dat het makkelijk is om even een scherp mesje of zo bij te pakken. Natuurlijk wel voorzichtig, zodat je dit gemakkelijker los kunt maken van elkaar. Oh, misschien is een stoker toch makkelijker of een klein satéprikkertje is misschien toch makkelijker dan een mesje. Want daarmee kun je heel precies zo het overtollige snoep weghalen. Ik weet niet hoe dat hier gaat, maar proberen. Even bijwerken. Takels. En dan ben ik heel benieuwd hoe het hier gaat met het gezichtje, of dat mooi is geworden. En dan is dit het octopusje. Ik heb het aan elkaar geplakt en het blijft eigenlijk meteen goed zitten. Zoals je in het malletje ziet, zit er al de vorm van een gezichtje in. Maar als je het zo bekijkt, zie je het niet heel duidelijk. Dus daarom ga ik er gewoon met klei zelf een gezichtje nog op maken. Oké, een klein mondje erop. Een klein octopusje, super schattig. Ik ga een schildpad maken, deze. En ik vind het eigenlijk wel leuk om hem een groen schild te geven. Maar ik heb geen groen. Blauw en geel met elkaar mengen. En dan hoop ik dat ik een beetje een groene kleur krijg. Maar zoals ik al zei, het is echt super taai. Ja. Oké, ik heb een mooie kleur groen gemaakt. Die stop ik in het schild. En hier doe ik het niet tegelijk, want dan gaan de kleuren waarschijnlijk aan elkaar zitten. Dus ik duw hem gewoon goed aan. Eerst alleen het schild. Zo, dat is het schild met het staartje. En dan ga ik nu verder met de andere onderdelen.
hè? Zo, het hoofdje en twee armen. Tijd om alle losse onderdelen aan elkaar vast te maken. Oké, twee mini roze oogjes. En dan leg ik die erbij. En die ziet er super leuk uit. En nog een roze slakje. Ik ga nu het koraal maken en daar zie je hier een voorbeeldje van. En als je dat in het malletje bekijkt, is dat dus dit blaadje en dit blaadje. En als je die dan allebei twee keer maakt, dan kun je een heel leuk bosje maken. En een superkleurig bosje koraal. Superleuk. Dan is dit resultaat. Hoe schattig ziet het eruit. Koraal. En kleine schelpjes. En een zeeschildpad. En een klein octopusje. Superleuk gemaakt. En heel makkelijk met het malletje. Je kunt natuurlijk ook nog, als je het malletje hebt gebruikt, leuke andere vormpjes maken. Want er is genoeg klei. Dus ik heb deze Cube Friends gemaakt. Oké, je hebt gezien hoe ik deze Tsukuru Gaburichu heb gemaakt van Meiji. En ja, eerst maar eens even proeven. Wat me wel op is gevallen tijdens het maken, is dat je de alle vier kleuren klei hebben dezelfde smaak en dezelfde geur. Of nou ja, ze hebben dezelfde geur. Dus ze zullen ook dezelfde smaak hebben. Dat is een beetje jammer. Ik snap niet zo goed waarom ze dat hebben gedaan. Maar goed, ik ga het koraal proberen. Want dat heeft mooi alle kleuren. Oh, het is een hele lekkere zoete smaak. Het is ietsje taaier dan een fruitella. Ietsje dus toffee-achtiger. Dus nog ietsje... Maar een hele lekkere grape smaak. Grape is niet altijd even lekker, maar deze is heel erg lekker. Hij is niet te nepdruif-achtig. Maar gewoon een lekkere fruitsmaak eigenlijk. Oh, dit is wel heel goeie. Ik ga ook nog eventjes dat witte schelpje opeten. Super lekkere smaak. Heel erg goed. Oké, de smaak is dus goed. Ook het malletje is super goed. Hoe handig is dit malletje en hoe vaak kun je het gebruiken? Ik ga zeker een volgende keer een video mee maken met klei. Het lijkt me een heel goed idee. Je kan een super leuke charms mee maken. En ja, het schildpadje of de kusje is super schattig. Maar er zijn dus ook nog allemaal andere malletjes. Dus het is een verrassing welke je hebt. Ik vind dit een hele leuke, vrolijke set. Ook de verpakking is echt super leuk. En ze hebben echt allemaal leuke vormpjes, figuurtjes en visjes. Niet alleen maar simpele dingen, maar ook echt een rog en een mini walvis. Super leuk. En ja, je kunt ze leuk op het kaartje leggen. Het is inmiddels al op de wijn op. Maar leuk om op het
kaartje te leggen. Je kunt er een heleboel maken. En als je zin hebt, dan kun je ook nog andere leuke vormpjes gaan bedenken en maken. Dus ook dat is een heel positief punt. Dit was de Tsukuru Gaburichu, als ik het goed zeg. Ja, hele leuke set. Ik vind echt, hij is tussen wat ik zei, net gisteren binnengekomen. Dus ik heb hem ook. Hij staat eigenlijk nu dit opnemen nog niet eens op de site. Maar dat ga ik snel doen. Daarna het filmpje editen en dan kunnen jullie meteen zien hoe je hem maakt. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!